De belangstelling voor het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, blijft groeien. Geïnteresseerden die zich hadden opgegeven voor financiering via de Matching Grant Facility, MGF, hebben een training gevolgd om de aanvraagformulieren in te vullen. Veronica Gopal, die deelneemt aan het project, raadt belangstellenden aan gebruik te maken van deze gelegenheid. We zijn nu in een heel andere, tijd, wereldcrisis gaande. En als mensen zeg maar, hun medewerking willen verlenen, zeg maar, het project is ook gratis, je leert er wat bij. En als de gelegenheid zich voordoet, zou ik andere mensen dus ook oproepen om te komen en gebruik te maken van de gelegenheid. Er zijn heel wat landbouwers in Suriname, er is heel wat landbouwgrond en ze zouden dus... ze kunnen zich registreren. Ik zou zeggen, ik zou het zo snel als mogelijk doen en gebruik maken van deze gelegenheid. Operations Officer van SAMAP, Madrai Dhanraji, zegt dat de interesse te merken is aan het aantal participanten landelijk. Far, I would say yes. We have given the information to the applicants that they need in order to complete their applications. And we expect at least another 14 persons towards the end of the day. This is not the first such sessions we have had. We have had several sessions in all of the districts in Suriname. We currently have teams in the hinterland also, Sipaliwini at the moment, several districts. So we have covered extensively many of the districts in Suriname already, providing this type of support. Het MGF is een fonds om de marktoegang voor Surinaamse landbouwers en landbouwvoedselverwerkers te stimuleren. De grants bieden ondersteuning en diensten tot $300.000.